En vicepresident Ashwin Nadine is teleurgesteld over de houding van de Bond van Leraren BVL en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname, ALS. Hij vindt namelijk dat de bondsbesturen onjuiste informatie doorspelen aan hun achterban. Volgens de VP worden de afspraken die tijdens onderhandelingen worden gemaakt niet juist weergegeven door het bondsbestuur. De onderwijsbonden zijn nog steeds ontevreden over de wijze waarop de regering invulling geeft aan het herwaarderingsprogramma. Bondsvoorzitter Wilco Valies heeft onlangs in de media aangegeven dat de regering bewust een vertragingstactiek toepast. Onderwijsgevenden hebben daarom donderdag een eendaagse prikactie gevoerd. Adien merkt op dat de beweringen van Valies onterecht zijn. Hij wil in de toekomst graag meer transparantie bij de onderhandelingen met deze vakorganisaties. Dus wij willen graag één, dat de knelpunten duidelijk zijn, zodat de gemeenschap weet waarover we praten. Zaken genotuleerd worden, dat met de gemeenschap gedeeld worden, mag op alle nieuwe stations komen. En dat we het liefst ook recorden, zodat we weten wat afgesproken is, ook daar gecommuniceerd worden met de mensen. We moeten leerkrachten geen slachtoffer gaan maken. Vooral deze gevoelige groep niet een slachtoffer gaan laten maken van, ik zou zeggen, intentioneel of niet intentioneel miscommunicatie. Daarvoor zijn die knelpunten gevraagd. En wij waren al onder de indruk dat de meeste zaken al verwerkt waren in het tweede staatsbesluit. Als er nog enkele zaken zijn, zeggen we, wij kunnen voor u verduidelijken eventueel wat er mis is. En als het dan blijkt dat wij nog noodzakelijkerwijs bij elkaar komen, staan we altijd open. Net als we altijd over met alle bonden tot de dag van vandaag nog steeds praten. Dat is no problem. De vicepresident benadrukt verder dat de regering er alles aan doet dat dit schooljaar normaal wordt afgerond. Het feit dat de acties van de BVL en ALS nu zijn opgeschort, stelt hij zeer op prijs. Dus je kan niet rechtvaardigen waarvoor je staat. Dus hebben ze gezet op papier, oké, je hebt dat niet gedaan, geen probleem. Maar ik heb net begrepen dat ze het geschorst hebben. Ze hebben de staking geschorst. Men gaat rustig doorgaan, want men vindt dat de examen en dat soort dingen. Ik zeg prima, dat hebt u tenminste begrepen van, in het belang van het kind moeten we dat niet doen. Dat vinden we prima. Als men behoeft, en ik denk dat ik maandag weer een schrijver ga sturen. Misschien is het niet duidelijk voor de mensen waarom we vragen aan de knelpunten. Het zou duidelijk moeten zijn, maar als het niet duidelijk is, ga ik de uitleg die ik aan u heb gegeven als medium ook daar geven. Dan luister, wij willen meer transparantie in de zaak brengen. We willen communiceren ook via de media, want het is een grote groep. We praten over de meeste ambtenaren. De grootste groep ambtenaren zijn de leerkrachten. En we willen niet meer sollen met het belang van het kind. En de leerkrachten in ongewisse laten. We willen duidelijk communiceren, dus geef ons de ruimte. Zet u het op papier. Zet u het op papier. We doen discussies desnoods op nodig, maar we gaan ook communiceren wat de knelpunten zijn. Dat we nog mensen communiceren van dit zijn de oplossingen ervoor. Dus zo zien we dat. Vice-president Ashwin Adin over de acties van de BVL en de ALS. Deze onderwijsbonden verwijten de regering opzettelijke nalatigheid. Adin weerspreekt deze uitlatingen.